Yo, Nintendo fans! In de vorige aflevering hebben we Pikachu gered. En in deze Miitopia aflevering gaan we voor Raichu en die moet hier ergens in het duisterbos zijn. Dus daar gaan we, jongens. Als je dit vet vindt, dan weet je wat je moet doen. Even dat duimpje omhoog en abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan ga ik weer op pad met Shadow, met Pikachu en met Luigi. Hallo Pikachu. Wat is het donker? Ik vind het niet leuk hier, zegt Pikachu. En Pikachu zegt, zelfs wij veeën komen niet graag in dit bos. Het is zo griezelig. Weet je zeker dat je zus hier is? En Pikachu zegt, ja, ik ben zo bang, maar we moeten haar vinden. Hopelijk ben je niet zo bang als ik, Raichu. Ja, wij kunnen dit wel, wij kunnen dit. Oké, wat is dit voor enemy? Een kobold. Die ziet er wel vet uit, jongen. Dat is wel een vet ding. Hoppakee. Oké. Hij gaat ervoor, joh. Koboldje deelt inderdaad wel een behoorlijk harde klap uit, moet ik zeggen. Pak hem, Shadow. Lekker gedaan. Tempo. We moeten snel uit dit bos. Dit is geen fijn bos, jongens. We moeten gewoon lekker snel tempo gaan maken. Oké, we hebben nu 2 kobolds. Dit kan een probleem worden. Als allebei deze kobolds ons gaan nakken. Kijk, want dit is een harde klap, hoor. En die andere kobold, die gaat voor 1 iemand. Dat scheelt. Even wat strooisel er bovenop. Dat is een vette enemies, jongen. Lijkt een beetje op een Heracross ook of zo. Een Heracross en een Impidimp. Die twee samen, daar lijken deze kobolds een beetje op. Maar hé, waarom vallen we niet gewoon met z'n allen dezelfde kobold aan, jongen? Want dan was het al lang klaar met die kobold. En dan hadden we even een klapje kunnen ontwijken, joh. Pak een Shadow. Lekker, Epona. Oké, hier zitten wel sterkere vijanden dan in het vorige gebied. Hoppakee, 550 mensen gered. Meer HP, strooisel naar 120. Schuilplek is nog veiliger. Ja, we gaan hard. Er komt een nieuw persoontje bij. Iemand wil zich bij me aansluiten. Ja, dat is nice. Iemand vroeg laatst in de comments. Maar waarom maak je niet zelf je characters? Ja, dat is heel simpel. Duurt te lang, dan sta ik hier een tijdje en dan moet ik zoveel opnemen voor 2 minuten of 1 seconde. Duurt te lang. Dus ja, dat is mijn antwoord erop. Dus ik ga gewoon weer iemand zoeken uit dit lijstje wie goed bij mijn teampie past. Shy Guy is vet. Maar ik heb al een Mario character in dit team. We moeten even op zoek naar iemand anders. Sonic is ook vet, maar we hebben Knuckles natuurlijk al. Kijk deze Wooloo. Ja, ik wil Wooloo. Wooloo is voorzichtig. We moeten even een klasse kiezen voor Wooloo. We hebben nog geen prinses gehad. Maar Wooloo als prinses is ook wel gek. Volgens mij hebben we ook nog geen tovenaar gehad, hè? Wooloo is een tovenaar. Super cool. Maar waar zijn zijn ogen? Oh, daar zijn zijn ogen. Ben ik de laatste? Ik heet Wooloo. Wat gebeurt er serieus met die ogen? Ik ben misschien een beetje laat om me bij het team aan te sluiten. Maar ik beloof dat ik niet nog een keer te laat zal komen. Oké, ja, dit is die eindelijk. Een vierde groepslid heeft zich bij ons aangesloten. Super. Wooloo, het begon tijd te worden. Eindelijk. Sorry, zeg Wooloo. Maar waar was je eigenlijk al die tijd mee bezig? Nou, ik stond hier gewoon te wachten. Ik stond hier gewoon achter deze herberg te wachten. Maar, en hij voelde zich zo alleen. Nou, Wooloo, kom lekker in de teampie, jongen. Ik vind het wel raar dat hij zo vaak geen ogen heeft. Eigenlijk. Wat gebeurt hier? Waarom zijn jullie zo sad? Sorry dat ik zo gemeen tegen je was. Ik wil dat we weer vriendjes zijn, zegt Shadow. En Luigi wil dat ook. Oh ja, de ruzie is voorbij. Oh, gelukkig. Nou, Wooloo en ik gaan even lekker chillen. We gaan even samen naar de markt. We gaan even zoete broodjes halen. Wooloo, waar zijn je ogen nou de hele tijd? Dit is zo raar. Ondertussen heb ik allemaal donuts gekregen. Ik ben dol op donuts, jongens. Wooloo krijgt van mij een champignonschotel. Vindt hij lekker? Nou, daar heb je er hier gelijk nog een. Shadow krijgt ook een donutje van mij. Vindt hij ook nice. Hier, eet smakelijk, jongen. En we hebben nog bosnoten, hè? Oh, en Luigi vindt er niks aan. Luigi houdt wel van kannibalen thee. En ik heb nog een spinnensushi, maar niemand heeft nog honger. Het is tijd om te gaan met level 1 Wooloo erbij. En ik hoop maar dat Wooloo niet gelijk kapot gaat. Ik denk het wel. Ik denk dat deze kobolds gelijk Wooloo kapot gaan maken. Ja, dit dacht ik al. Wooloo moet natuurlijk nog flink getraind worden. En ja, ik laat Wooloo maar eventjes liggen gewoon. Oh, wacht even, jongens. Wacht nou met een freaking banaan eten. Waarom eet je altijd zo freaking snel, jongen? Het kost je een beurt en je vreet al mijn bananen op. Ik word zo moe van Shadow. We moeten kobolds gaan nakken, jongens. Deze kobolds zijn veel te sterk. Luigi gaat Wooloo weer redden. Maar ja, dat heeft niet zo heel veel zin, Luigi. Want Wooloo is nog maar level 1, jongen.
Heeft helemaal geen zin. Kijk, Wooloo is gelijk weer kapot. Dus doe dat nou maar niet. Ga nou maar gewoon kobolds aanvallen. Stop met bananen eten! Ik word helemaal lijp van deze gozer. En Guigi, jij moet gewoon aan gaan vallen. En jij moet stoppen met bananen eten, Shadow. Jullie moeten gewoon allebei aanvallen. Waarom kan ik jullie niet besturen? Dus vechten tegen 3 freaking kobolds. Kom op nou. Waarom zijn jullie zo dom? Ja, tuurlijk. Ga hem weer redden. Ga Wooloo weer redden. Ja, daar heb je echt superveel aan. En dan ga je straks waarschijnlijk... Ja, dan ga je straks weer een MP-snoepje eten. Dus weet je wat? Ik geef je ook maar weer MP, want anders gaat het helemaal fout. Kom op, jongens. Even die kobold nakken. Er zijn er nu 2 weg. Nou, Guigi, die gaat er weer voor. Gewoon aanvallen. Ik ben benieuwd. Wooloo gaat nu naar level 3 gelijk. Dat is wel lekker. En die heeft vuur geleerd. Rooster een vijand met magisch vuur. Dat klinkt goed. De bonuspunten gaan ook gelijk naar Wooloo. Dan gaat hij gelijk naar leveltje 4. En die heeft nu bliksem ook geleerd. Kijk. Het gaat helemaal goed komen met Wooloo. Maar we moeten hem even een beetje met rust laten nu. En kijk eens. We hebben een nieuwe tabbert voor Guigi gevonden in een kissie. En terwijl Shadow en Wooloo even op een huisje zijn, komen ze zo'n beetje boinkie tegen. Die moeten ze even gaan verslaan. Wooloo is inderdaad lekker aan het aanvallen gelijk. Die is even vuur en bliksem en weet ik veel wat aan doen. Pak hem, pak hem. Pak die gouden gluiperd. Kijk, vuuraanval. Lekker gedaan, Wooloetje. Ja, dit is nice. 500 monies erbij. En dan gaan ze nog even lekker samen een boekje lezen. Gezellig, joh. Oh, Shadow die valt in slaap. Shadow vindt Wooloo saai. Ik denk dat Wooloo wel nice is voor in mijn team. Laat me weten wat jij van Wooloo de tovenaar vindt. Vind je Wooloo tof als tovenaar? Of moest hij eigenlijk een andere klasse zijn? Laat het weten in de reacties. Dan ga ik even met Pikachu praten, want die zegt... Zit jij achter de duistere force Mr. Mime aan? Ja, zeker! En Pikachu die vindt mij heel moedig en heel dapper en... Nou ja, weet je, jij vindt het bos eng, Pikachu. Dan vind ik je ook moedig en dapper dat je toch gewoon het bos ingaat. Nu hoeven we gelukkig maar tegen 1 koboldje. Wooloo gaat weer vuur doen. Lekker, man. Ja, als die Wooloo een paar leveltjes omhoog gaat, dan wordt hij wel sterk, hoor. Kijken of we het ook kunnen winnen van een roze Banshee. Volgens mij zien we de roze Banshee nu voor het eerst. Guigi, die is betoverd, dus die gaat eventjes op de bank. En we zijn best wel hard aangepakt net, trouwens. Wooloo, die gaat zijn nieuwe vaardigheid bliksem doen. Bliksem op Banshee. En die raakt dan ook gelijk die kobold. Ja! Dit is een goede aanvallende kracht hoor, hé. Guigi is in ieder geval ook weer normaal. Dus die mag weer terugkomen. Ja, en dan is het wel gedaan met de kobold. Rikketje zegt, het wordt donker. Oh, ja, oh, we gaan even kamperen. Ik dacht dat de duistere vorst er bijna aankwam of zo. Ik snap niet waarom dat soms gebeurt. Want nu zijn we bij de herberg. En waarom hebben we dan net voor de herberg gekampeerd? Dat is toch gek? Shadow, die wil een knuffelbeer als wapen. Nou, dat kan ik niet negeren. Dat moet ik voor hem kopen. Kijk dan. Een knuffelbeer in zijn kanon. Ik heb een nieuwe outfit. Ik ben een viooltje. Wat prachtig, die outfits. Wow, wat is dit? Een duiveltje. Wow, die sloopt gelijk in 1 keer Wooloo bijna. Maar hij wordt gered door Guigi. Lentebriesje. Wow, oké, die duivel is moeilijk te verslaan volgens mij. Hij gaat een mie-kanonskogel doen. Nee, hij vuurt mij af. Nou, bedankt, hè. Ik weet niet, maar deze duivel die is volgens mij moeilijk te verslaan. We doen echt super weinig damage tegen hem de hele tijd. Misschien dat Epona hem even flink kan tackelen. Ja, ja, dat was een hardklappie. Wow. Wow, hij sloopte gewoon Shadow gewoon in 1 keer. Ik weet... Deed hij nou 999 HP damage? Deze duivel was helemaal gestoord, joh. Kom op, Epona. Laten we hem aanpakken. Let's go. Oh, 1 HP damage. Dat bedoel ik. Dit is zo raar. Kom op. Ja, hij is down. Ik ben echt benieuwd hoeveel XP we hiervoor krijgen. Beter krijgen we gewoon veel XP. 66 is helemaal niet zoveel. Maar Wooloo gaat wel een level omhoog naar level 5. Die ging echt moeilijk kapot. Ondertussen geef ik Guigi... een lolly. Waar zou de duistere force Mr. Mime zich verschuilen? Volgens mij zit hij in zijn slot, zegt Pikachu. Dat ligt heel ver hier vandaan in het oosten, bovenop een vulkaan. Het is een enge plek en daarom heet het de vuurberg. Maar je wilt er dus naartoe reizen? Zeker, zeker. We gaan er gewoon naartoe. Die duistere force gaat niet aan ons ontkomen. Oeh, we zijn bijna waar we moeten zijn volgens mij. Volgens mij moesten we namelijk hier naartoe. En zou het zomaar kunnen dat Raichu hier zit? Raichu! Pikachu,
Heb je al een spoor van Raichu? Zo te zien niet, want we moeten weer battelen. En de battle is alweer over. Als Epona zich ermee gaat bemoeien, gaat het zo hard. Hé, wat is dit voor bland? Een bananenmival. Dat klinkt niet best. Ja, die kobolds die geven echt super harde klappen. Ik heb elke keer echt wel strooisel nodig, hoor. Om ze een beetje te pareren. Kijk, ja, daar gaat Wooloo weer. Maar we hebben Wooloo toch wel nodig, hoor. Want Wooloo doet wel lekkere aanvalletjes. Let's go, guys. Oké, ik mag op Epona. Let's go. Snuifaanval. Beam. Alle drie in één keer. Kapoetski. Mag ik een kapoetski in de comments, jongens? Gooi kapoetski. We maken ze allemaal kapoetski vandaag. Alhoewel deze wel moeilijk gaat worden, denk ik. Tenzij Luigi's op Epona even allemaal sloopt. Kijk, dit is een goed begin. Ja, dit gaat wel goed komen. Kijk, daar ging de volgende ging al kapot. Kijk, dan Wooloo doet ook gewoon 22 damage al, hè? Gekke Wooloo, jongen. Wooloo gaat gelijk naar leveltje 6. En die kan iemand laten slapen om de HP te herstellen. We hebben hier allemaal mensen die HP kunnen herstellen. Dat is denk ik wel handig. Ah, we moesten hier naartoe voor Raichu, volgens mij. Ik dacht dat we er al waren, maar volgens mij is dit het punt. Of niet, Pikachu? Praat met me. De oosterpoort is gesloten, vraag ik aan Pikachu. Die is op slot gegaan door machtige magie, zegt Pikachu. Maar wacht eens. Kan de poort wel openen als je achter de duistere vorst aangaat? Maar we moeten eerst de zus redden. Alleen met de kracht van ons drie kunnen ze die poort namelijk openen. Nou, let's go, Raichu! Ben jij hier ergens? Oh, snap, ik denk het wel. Raichu! Ja hoor, daar is Raichu ook natuurlijk weer zonder gezichtje. Ah, Tegen wie moeten we nu battelen? Het is de Raichu-uil die zijn kop helemaal scheef draait. Oké. Ik ben benieuwd of de elektriciteitsaanval van Wooloo super effectief is op deze uil. Het zou zomaar kunnen. Hoppakee, mijn aanval is in ieder geval behoorlijk super effectief. Ik weet niet precies wat er met Luigi gebeurde. Volgens mij zijn Luigi en Shadow afgeleid. Maar oké, wij zijn wel betere matties weer geworden. Ik zal Shadow eens even hier op de schuilplaats zetten. En Shadow is weer beter geworden nu. Pikachu doet een aanval, een pijltjesaanval. En dan gaat Luigi even op de schuilplaats. En die is nu ook beter. Dat gaat wel snel. Dat is super relaxed. Let's go. Let's go. Bam. Ik val op mijn bakkes. Wooloo doet de vuuraanval. En Shadow die beschermt zich. Wooloo die is nu een beetje gek geworden. Luigi krijgt klappen. Wooloo mag eventjes op de schuilplek. Gaan we even strooisel gebruiken. Iedereen weer even vol. En door. Let's go. Bam. We hebben hem bijna voor de helft al kapot. Ik ben benieuwd of de uil nog allemaal gekke dingen gaat lopen doen. Oh ja, hij maakt mij nu een beetje lijp. Wooloo kan weer terug. Ik ga mezelf even op de schuilplek zetten. En dan mogen jullie even lekker gaan aanvallen, jongens. Let's go. Kijk. Shadow lekker. Shadow is lekker bezig in zijn tankie, hoor. Die wordt ook wel steeds beter. Die zit niet meer alleen maar bananen te eten, jongen. Ik voel me weer beter. Dus we gaan weer terug van de schuilplek. En dan ben ik benieuwd of iemand een keertje met Epona mag gaan battelen. Want Epona die heeft zich nog niet echt in deze battle gemengd. Oh, nou lekker. Luigi die schuilt even lekker achter mij. Volgens mij wil Wooloo heel graag gaan aanvallen. Kijk hoe die erbij staat. Daar staat een beetje yoga oefeningen te doen of zo. Let's go, Wooloo. Let's go. Kijk. Fire attack. Dikke fireball. Ja, we zijn hem wel kaart aan het slopen, heb ik het gevoel, hoor. Ja. Hij heeft nog een klein beetje HP over. Let's go, Epona. Maak hem kapot. Oh, nog net niet. Jij dan, Wooloo. Ja, Wooloo sloopt hem. Met een aanval van 3 HP. GG, Wooloo. Ja, nee, het is terecht dat Wooloo hem sloopt. Wooloo is de MVP. Is de beste character uit deze video. Sowieso wel. En dan is ook Raichu gewoon gered, jongens. Raichu is ook weer terug. Deze ziet er wel het gekste uit eigenlijk van de drie veetjes, denk ik. Van de drie zusjes. Maar oké. Welkom terug, Raichu. De oudste fantastische vee. En die dacht dat het voor onze komst gedaan was met haar. Hey, maar wij zijn er niet voor niks, joh. Raichu die vraagt, wil jij de duistere vorst naar het oosten volgen? Ja, man. Ja, wij willen heel graag de duistere vorst gaan nakken. En Raichu die zegt, ik ga naar de oostenpoort van het dorp. Laat me niet wachten. Deze kant op Pikachu-ri. Oké, Pikachu. Doei, doei. Pikachu heeft mijn team verlaten. Ik koop nog even een mooi nieuw pakje voor mezelf. Oh, of niet. Ik heb een MP-snoepje gekocht. Shadow, wil jij dan een mooi nieuw speelgoedpanzer? Deze ziet er wel vet uit. Dit is wel een van de tofste panzers voor Shadow. Eigenlijk had hij zwart moeten zijn, maar
Die kleur is er niet. Dan gaan we voor deze blauwe. Dat is wel cool. Een soort van een ode aan Sonic. En dan moeten we terug naar het elfenstadje. Of misschien moeten we eerst naar de Oosterpoort. Dat gaan we weer doen in de volgende aflevering. En als je dat wil zien, moet je niet vergeten om te abonneren. En even dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!